Goedemorgen, goedemorgen dames en heren en welkom allemaal op deze wel heel bijzondere aflevering van Lees Meer, het literaire programma van de Openbare Bibliotheek van Brugge vanuit het Concertgebouw in Brugge. En het is een heel bijzondere aflevering, het is een Facebook Live uiteraard omwille van corona. Het is onze eerste Facebook Live wat mij betreft, ik hoop dat het ook de laatste is, niet omdat ik dit niet graag doe, maar wel natuurlijk omdat we allemaal hopen dat corona heel snel achter de rug zal zijn. We zitten hier in de bovenste zaal van het Concertgebouw in Brugge met uitzicht voor u op het prachtige besneeuwde Brugge. Dus dat is heel fijn allemaal. Mijn naam is Anne de Bie. Ik ben journalist voor VRT Nieuws en ik ben sinds een aantal jaar ook de vaste interviewer voor Lees Meer. Het is buiten aan het sneeuwen, het is koud. Het is een fijne dag om buiten te gaan, maar het is vooral ook een fijne dag om lekker binnen te blijven en om boeken te lezen. En wat dat betreft hebben wij twee mooie suggesties voor u in de aanbieding. Ik mag hier vandaag praten met twee Vlaamse auteurs. De ene is een debutante, ze heeft haar boek nog maar enkele maanden uit. De andere is een gevierd auteur met heel wat romans op zijn palmares. De eerste is Anneleen van Offel, maar ik start heel graag met Stefan Hertmans. Ja, welkom meneer Hertmans, welkom Stefan. Normaal weer klinkt er hier een warm applaus van al die aandachtige lezers die lekker dicht bij ons zitten. Ja, nu zitten we hier bijna met ons twee. Hebt u dat al vaker gedaan, dit soort van livestream interviews? Ja, ik heb zelfs een paar Zoom-lezingen thuis gedaan. En dat is al helemaal gek. Hier zijn er tenminste nog een paar mensen. Maar daar zit je alleen met een scherm met 50 mensen uit Breda, Groningen, weet ik wat. Iedereen logt in en achteraf heb je natuurlijk dezelfde adrenaline als met een gewone lezing, want je hebt anderhalf uur gepraat, je hebt vragen beantwoord en dan sta je op. Normaal gezien krijg je dan een glaasje wijn en kun je signeren en praten, maar plots sta je weer in je eigen kamer met al die adrenaline en je denkt, wat nu, het is al 23:30 en hier sta ik. En dan val je echt in een put. Dus dat is er een beetje gek aan. Anderzijds vind ik dat streamen waarschijnlijk niet meer zal weggaan uit onze habitus. Het is zo'n goede manier om een extra publiek te hebben. We hadden bijvoorbeeld onlangs een streaming via een festival in Duitsland van de dubbele voorstelling Antigone in Molenbeek en Tiresias van Kay Tempest. Dat toneelhuis. Normaal gezien zijn dat nog een aantal extra voorstellingen. Nu ging dat via een streaming met als resultaat dat er een recensie in de New York Times stond. Dus dat zijn nieuwe dingen, dat zal blijven. Ik moest onlangs ook iets doen voor een avond rond Paul Celan, een dichter. Mm-hmm. Normaal gezien zijn daar 50 tot 100 mensen. Nu blijft dat bestaan. Dus ik denk dat er ook wel iets extra's aan is dat leuk is en dat we dit allemaal moeten leren. Maar het zou natuurlijk leuker zijn dat er mensen zijn. Dat is een feit. U mist het publiek toch ook wel? Ik miste het publiek bijvoorbeeld zelfs toen het publiek was. Bij de voorstelling van dit boek, eind september, hadden we via een intelligente constructie twee shifts. Dus dezelfde voorstelling om 8 uur en om 9:30. Omdat je dan twee keer 200 mensen kon zetten in een zaal van 800. Maar ja, daarna ga ik naar de backstage en ik zit alleen. Je mag niet signeren, je mag geen hand drukken. Je mag niemand huggen, je mag niets. Dus je mist zelfs het publiek wanneer het er wel is op het ogenblik. Dus We hopen dat het snel allemaal weer mag. En natuurlijk denk ik dat wij allemaal in de cultuursector weten dat in deze sector mensen bijzonder oplettend zijn. Als er al voorstellingen zijn, is het zo streng. Wat ik gezien heb aan voorstellingen, dat was zo goed geregeld. Dat ik denk, ja, de uitbraken zullen niet uit de cultuurkringen komen. Maar laten we hopen dat wij blijven uitbreken met cultuur. Dat wel. Ja, dat is een mooie oproep. En wij zitten hier ook op een veilige 1,5 meter afstand van elkaar. We hebben onze handen ontsmet. We hebben onze mondmaskertjes opgehad tot vlak voor we hier kwamen zitten. Dus veiliger dan dat. Ik zie de aerosolen hier zo netjes vallen. Dus. Net voor jou. Ja. Prima. Ja, laten we het hebben uw roman uiteraard, De Opgang. Het is een roman die zich grotendeels afspeelt in Gent. Het gaat over een notoire SS'er, Willem Verhulst. En die man die heeft gewoond tijdens de oorlogsjaren, we hebben het dan over de Tweede Wereldoorlog, in een pand in Gent waar u zelf jaren later ook heel lang gewoond hebt. Hoe bent u te weten gekomen dat u in een huis hebt gewoond waar die SS'er gewoond had?
Ik heb het huis voor het eerst gezien in 1979. Ik woonde daar vlakbij in een straat met een bijzonder mooie naam, de Rode Lijvekunststraat. Wat nog duidde op een oud weeshuis destijds. En daar vlakbij is een klein parkje en een verkeersknooppunt. En de wijk is Paterzol in Gent, hè? Ja, maar het Paterzol grenst al aan de volgende wijk, Sleepstraat, naar de Muiden toe. Dus het is eigenlijk bijna het einde van het centrum, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Daar gebeurt heel wat. Het Sluizeken is een druk verkeerspunt en dergelijke. En de huizen die aan het einde van het Paterzol liggen, hebben allemaal een tuintje. En vroeger lagen die tuintjes eigenlijk aan het water. Want die hebben een pui, dus je kon daar je bootje aanleggen. Die hekkens konden open. Dat is na de oorlog opgevuld. En daar is nu een parkje. En ik liep door dat parkje en ik zag een blauwe regen die bloeide. En dat deed mij aan mijn kinderjaren denken. Ik dacht, god, wat een romantisch huis. Het staat leeg, even kijken. En ik heb altijd een zwak gehad voor van die oude panden met een beetje een vochtige geur van vroeger. Ik vind dat heel aantrekkelijk. Komt misschien uit mijn kinderjaren. Ik ben opgegroeid in de jaren 50. Dus zoals mijn moeder soms zei, je hebt nog veel panden in puin gezien, maar dat weet je niet meer. Mm-hmm. Dus misschien is dat iets, is dat mijn Proustiaans madeleinekoekje. Dat wanneer ik vochtige oude huizen zie, dat ik dat bijzonder aantrekkelijk vind. Onweerstaanbaar is dat voor jou. Ja. Het was een geheimzinnig huis, vond ik. Je kon er los doorkijken, omdat het eigenlijk lag het laatste straatje in Paterzol. En dus met zijn tuintje aan de buitenkant van de stad bijna. En ik heb dat huis in een opwelling gekocht. En ik hoorde wel mensen zeggen, daar heeft een assessor gewoond, et cetera. Er werd wel eens over een kwinkslag gemaakt in de straat. Maar goed, dat ging bij mij het een oor in het ander uit. Ik was met andere dingen bezig. Ik gaf fulltime les. Ik was zo bezig met kunstfilosofie, want dat was mijn opdracht als lesgever ook. Dus ik besteedde daar geen aandacht aan. En wanneer is dan het moment gekomen dat u dacht van, hier ligt een schat voor een schrijver? Dat is eigenlijk gekomen toen ik het boek van een oud hoogleraar van mij, niet van mij alleen, een oud hoogleraar van de universiteit, Adriaan Verhulst, had een boek gepubliceerd, Zoon van een foute Vlaming. Fouten tussen vet aanhalingstekentjes. En ik dacht, ik wil het wel lezen, want ik herinner mij die Verhulst als een strenge, een beetje geheimzinnig hoogleraar. En toen ik dat boek aan het lezen was, zag ik, ik weet nog goed waar, op pagina 40 plotseling staan. In dat huis waar al dat soort dingen gebeurd zijn met mijn ouders in de oorlog, woont thans en hij noemt mijn naam. En toen zat ik natuurlijk wel even verbluft te kijken en dacht ik, goh, hier zit wel een verhaal in. Maar dat heeft dan nog een aantal stappen geduurd. Kijk, we zijn nu 21, dus in 20 gepubliceerd. En ik heb dat boek gelezen in 2001, denk ik. Mm-hmm. Dus hoe moet je dat zeggen? Het spijsverteringskanaal van mijn ideeën is een zeer langzaam proces. Ja. En in dat proces hebt u onderzoek gedaan, archief bezocht, ook nog gepraat met twee dochters van die Verhulst, die nog leven. Laten we misschien eens beginnen bij het begin van zijn leven. Willem Verhulst is eigenlijk geen Gentenaar, maar die groeit op in Antwerpen. Uit wat voor gezin komt hij eigenlijk? Willem was de zoon van een Antwerpse diamantslijper. Mm-hmm. En groot gezin, Berchem eigenlijk. En hij komt heel toevallig in Gent terecht. Hij ging werken voor een soort bedrijf dat gemeenschappelijke aankopen deed. Elektriciteitstoestellen en dergelijke. En hij moet daar eigenlijk al in vrij bedekte termen, zou ik bijna zeggen, of vrij verborgen, moet hij toch al contacten hebben aangeknoopt. Dat kwam niet uit de lucht vallen. Dat hij dan plots in 1937 blijkbaar goede contacten met de Duitsers had. En dan in 40 bij de bezetting onmiddellijk werd gepromoveerd, zeg maar, door de militair van Waldthun. Maar zijn leven is heel bochtig. Ik moet hier misschien niet helemaal uit de doeken doen. Ja, wat ik toch wel interessant vind, inderdaad, de eerste bocht die hij daar neemt, dat is tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vlucht hij naar het neutrale Nederland. En in die periode is hij dan al die rechtse extremist, die latere rabiate nazi? Of kan het op dat moment nog alle kanten uitgaan met hem? Nee, het interessante aan dit verhaal is dat je ziet
wat eigenlijk de tragiek is van de Vlaamse beweging. Mm-hmm. Iedereen weet dat Paul van Ostaaij een separatist was. Hij was een Vlaams nationalist, maar dat waren progressief, emancipatorisch linkse separatisten, zeg maar, zoals je kunt sympathieën voor de Koerdische beweging. Dat gaat over rechten op hoger onderwijs in de eigen taal, noem maar op. Van Ostaaij was er al redelijk radicaal in. Maar hij is naar Berlijn gevlucht, zoals we weten, waar hij Bertolt Brecht is gekend, om maar iets te zeggen. En dan zie je dat in de jaren 30 mensen die verbitterd zijn omdat ze gestraft zijn voor collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat die daar iets fanatieker uitkomen. Mm-hmm. En dat die in die tweede bijna blindelings meelopen met iets waarvan ik best geloof dat een aantal daar uit naïviteit zijn ingetrapt. Maar waarvan ze eigenlijk al snel hadden moeten weten dat het iets anders was. Ja. Men is zich daar altijd blijven achterweg steken in bepaalde milieus. Dat ze het niet hadden geweten. Dat is flauwekul. De dossiers gaan open nu steeds meer. Dus we zien dat een heleboel mensen bijzonder goed wisten wat er op het spel stond vanaf 40. Dat is de tragiek van die Vlaamse beweging. En dat zie je ook aan die Willem Verhulst. Dat was eigenlijk een naïeve jongen die op een bepaald moment zich vernederd voelt door de francofone bourgeoisie van Antwerpen. Die allemaal gevoelens heeft waarvan je denkt, dat kunnen we wel navoelen. Dat je daar kwaad om wordt, dat je onheus behandeld voelt. En die dan plotseling, wanneer hij terugkomt in België, nadat hij met een Joodse vrouw is gehuwd geweest. Daar gaan we het ook nog over hebben, ja. Die uit New York afkomstig was. Dan plotseling, alhoewel hij bijvoorbeeld op dat moment dan huwt met een protestantse, zeer humanistisch gezinde vrouw uit Oost-Nederland, uit Arnhem, de buurt van Arnhem, dat hij dan toch helemaal in zijn eentje ontspoort. Mm-hmm. En dat hij allerlei dingen gaat doen die zeer zwaar zullen wegen op zijn gezin. Waarvan eigenlijk de hele familie, tot ik de dossiers inkeek, niet wist wat er eigenlijk op het spel stond. Zelfs de zoon Adriaan Verhulst, hoogleraar geschiedenis nota bene, heeft nooit de dossiers ingekeken. Mm-hmm. Dat heb ik altijd zeer eigenaardig gevonden. Mm-hmm. Ergens ook begrijpelijk. Misschien deed dat te veel pijn. Misschien durfde hij niet. In de jaren 50, 60 waren mensen ook geneigd om daar niet meer over te spreken. En te zeggen, dat was te veel ellende, dat was het ingewikkeld. Zelfs in Joodse milieus werd dat gezegd, je kunt het toch niet begrijpen. Mm-hmm. Laat maar. Mm-hmm. Dus het is niet alleen een omerta, het is ook een onvermogen dat toch een paar generaties over de mensen hangt die er nauw bij betrokken zijn. En dan merk je dat we nu pas eigenlijk, is ook in Duitsland weer een boek verschenen van een Duitse auteur, een Schotse auteur heeft een boek over zijn Duitse grootvader. Dus het blijft maar bovenkomen nu. Maar dat is vreemd, 70 jaar inderdaad. Ja, ja. Laten we even teruggaan naar inderdaad de periode rond die Eerste Wereldoorlog. Willem Verhulst, de latere notoire SS'er, ja, trouwt met zijn eerste grote liefde, een Joodse vrouw. Hoe kan je dat verklaren, dat iemand eerst met een Joodse vrouw trouwt, die nadien sterft, dat die later toch nog zo'n nazi wordt? Of is dat, ja, is dat een domme vraag, omdat je dan ervan uitgaat, als je nazist wordt, dan ben je altijd al zo geweest. En dan zit een mens complexer in elkaar dan wij misschien toch wel denken. Ja, het is volgens mij niet een domme, maar de moeilijkste vraag. Mm-hmm. Je bent natuurlijk altijd geneigd om op het moment dat het daarover gaat te verwijzen naar Hannah Arendt, de banaliteit van het kwaad. Zoals zij daar voor Eichmann zat, Harry Mulisch heeft daar ook fantastische bladzijden over geschreven, dan zie je daar gewoon een mens zitten waarvan je denkt, op de tram zou ik het er niet aan zien. Het is gewoon mens zoals iedereen. Dat is niet het prototype van de Hollywood-nazi of de Hollywood-bandiet. Nee, dat is gewoon mens, zoals u en ik. En dat is natuurlijk wat er zo verontrustend aan is. En die hele Verhulst zijn psychogram heb ik wel teruggevonden in boeken over jongens die bijzonder kwetsbaar waren voor dat soort ideologie. Dat waren vaak jongens uit de lagere middenklasse, niet uit de arbeidersklasse. Uit de lagere middenklasse, die hogerop wilden. Die snel onder de indruk waren van uniformen, van sterke mannen waar ze naar opkeken. Die zelf vaak niet die daadkracht hadden, maar die door dat uniform een soort van zelfbewustzijn kregen. En dan zit je natuurlijk op een glijdende helling. En ik denk dat hij zo iemand was. Zijn eigen dochter zei, eigenlijk was hij met haar woorden een bankscheiter. Mm-hmm. Maar om op uw vraag te antwoorden over die schizofrenie, dat is moeilijk te begrijpen. Ik vroeg nog aan Letta, de oudste dochter van Willem Verhulst, onlangs voor een klein documentaire.
hoe zij daarover dacht en of hij misschien spijt had gehad omdat hij zich op het einde van zijn leven in het graf van die Joodse vrouw laat bijplaatsen. Niet bij zijn Nederlands echtgenoot die ook gestorven was. En al helemaal niet in een apart graf voor zijn maîtresse met wie hij gehuwd was op dat moment. Nee, bij die eerste jeugdliefde die een Joodse vrouw was. Dus ik vroeg aan de oudste dochter Letta, die inmiddels 90 is, bijna 90. Denk je dat hij spijt had? Ze zei, nee, helemaal niet. Hij was een man die niet nadacht over wat hij deed. Die er de consequenties niet bij nam. Dus er zit een zekere frivoliteit in die man. En dan vertelde ze mij ook nog een anekdote erbij. Waarvan ik al zei dat het eigenlijk in het boek moet staan. Ja, dus ik herinner mij dat een Joodse vrouw vroeg of ze een lift kreeg van hem. 1 of 42 in Gent. En dat hij zei, für Juden ist kein Platz in meinem Wagen. Maar we weten, zoals u ook weet uit mijn boek, dat hij met een andere vrouw van hogere stand, een Joodse Hongaarse vrouw, dat hij ermee ging schaatsen. Dus al die en dat hij ook iets had met die vrouw. Ja. Want hij was heel, was een soort Don Juan. Mm-hmm. Op zijn soort duistere Don Juan. Dus ja, dat is een psychogram waarvan je denkt, je ziet daar wel een bepaalde karakterzwakte van iemand die sterk wil zijn. En die waarschijnlijk bijzonder onder indruk was dat hij naar Jung Klaus mocht op de Louis-Alaan in Brussel. Dat hij zijn rapporten mocht uitbrengen. En die dan gewoon iedereen laat opschrijven wat hem gevraagd wordt. Ja. Die het gewoon doet. Ja. En dan kom je tot dat bevel is bevel. Ik moest dat doen. En je stuit daar eigenlijk psychologisch op een muur. Ja. Dat is een hiaat in zo'n man. Ja. Vandaar dat hij in mijn boek eigenlijk ook, hij is geen volwaardig personage. Hij is een hiaat. Je ziet het kwaad wat hij eigenlijk sticht. Dat zie je aan het leed van die familie. Mm-hmm. Ja, want in het boek zelf, het wordt ook geschreven vanuit het oogpunt van zijn vrouw, vanuit zijn kinderen. Je komt eigenlijk maar beetje bij beetje te weten wat hij al dan niet gedaan heeft. Ook omdat hij later veroordeeld is, tijdlang in de gevangenis heeft gezeten. U hebt die processtukken ook ingekeken. Maar wat heeft Willem Verhulst precies gedaan, misdaan tijdens de oorlog? Hoeveel mensen heeft hij de dood ingejaagd? Daar zijn we totaal over in het ongewisse, want hij heeft, zoals veel van die kerels, zijn hele archief verbrand voor hij gevlucht is begin september 1944. Mm. Maar wat was zijn job of wat was zijn taak? Wat deed hij? Hij was een actief collaborateur. Hij werkte voor de bezetter. Ja, hij is in de in november 1940 is hij heel plots benoemd als directeur van de Gentse radiodistributie. Mm-hmm. Ik geloof dat de distributie ook, dat er ook zoiets bestond in Antwerpen. Dat was een soort systeem waarbij met luidsprekers in de wand, ik herinner me dat als kind nog, muziek naar binnen werd gebracht. En er zat zo'n soort bakkelieten plaatje in de muur met zo'n knop. En ik weet nog dat mijn grootvader zei, op nummer 1 is het lichte muziek en op 2 is het zware muziek. En op 3 was het gesproken. Dus dat zo'n, dat en was dat iets, waren de 3 keuzes die luisteraars hadden. Ja. Zoiets. En dat was natuurlijk een instrument dat de Duitsers onmiddellijk in handen wilden hebben. En hij wordt onmiddellijk benoemd als directeur. De vorige directeur heeft me gewoon aan de kant gezet. En dus hij was een essentiële post bij de propaganda in de hij was dus eigenlijk de propagandavoerder. Ja. Hij werd even later ook hoofdverantwoordelijk voor de films in de vooruit. Dus hij heeft al die vreselijke films zoals Jood, Zus en zo heeft hij daar gedraaid. Hè? Al die propagandistische nazifilms. Even later krijgt hij nog een taak bij. Hij wordt eigenlijk bij de Waffen-SS wordt hij spion. Hij wordt wat men noemt een V-man, een vertrouwensman, bij de Sicherheitspolizei. Dat waren geen doetjes. Mm-hmm. En daarvoor moet hij lijsten aanleggen. Dus hij wordt wat Hannah Arendt noemt een schrijftischtäter, een bureaumisdadiger. Mm-hmm. Hij heeft zogezegd propere handen. Maar wie allemaal door hem de dood is ingejaagd, dat weten we niet. Behalve dat er een paar onderzoekers zijn die echt als pitbull terriers daarop zitten. En zeker Mark Verschoor is een fantastisch onderzoeker met wie ik inmiddels contact heb. En dankzij die man weten we van één specifieke vrouw, een zeker Martha Geiringer, die gestorven is in Auschwitz door zijn toedoen. Mm-hmm. Maar hij liet bijvoorbeeld ook de vrijmetselaars optekenen. Mensen die veel Engelse boeken in huis hadden waren anglofielen. Of die betrapt werden op luisteren naar Radio Londen, 's nachts. Dus dat is gemeen werk. Hij had daarvoor ook een aantal sergeanten. Steeds meer. Hij kreeg ook een exorbitant hoge wedde. In die tijd was het inkomen van een gewone arbeider 400 francs. Hij kreeg 15.000 francs per maand.
Terwijl zijn gezin niet bepaald in luxe heeft geleefd. Dus dat ging natuurlijk voor een stuk naar zijn kosten. Maar hij was ook wel een dief. Hij is bijvoorbeeld, wanneer hij vlucht, heeft hij 1 miljoen uit de kassa meegegaard en 36.000 liter benzine. Dus dat is een jongen die er zijn hand niet voor omdraaide om mensen te verraden. Maar die tegelijk, blijkbaar, een zeer sympathieke losbol was. Kon iedereen aan het lachen brengen. Had een grote erotische aantrekkingskracht op vrouwen. Kon mooie praatjes verkopen. Wanneer hij wordt er dood veroordeeld. Ja, want hij heeft dus echt het leven van mensen op zijn geweten. Dus hoogverraad. En zo verder. Die ter dood veroordeling wordt omgezet in levenslang. En dat levenslang wordt weer omgezet. Dan krijg je genadedossiers onder minister Lilaar, noem maar op. In 1953 is die man vrij. Maar blijft, zoals veel van die collaborateurs, schreeuwen dat België een criminele staat is. Dat hij mishandeld is, et cetera. Dus daders worden in hun eigen ogen slachtoffers en, ja, precies. En ze dus komen je ziet daarmee aan, weg. Ja, ja. Je ziet aan Verhulst, dat verhaal dat we maar al te goed kennen. Mm-hmm. Van, we zijn eigenlijk sukkels geweest, we zijn misleid, we waren goede Vlamingen. In hem zie je die hele perversie heel duidelijk. Mm-hmm. En er zijn er heel veel zoals hem geweest. Ja. Ja. Maar hij is dus echt wel iemand die bloed aan zijn handen heeft. Hij is ook ideologisch helemaal mee met dat nazisme. Toch is hij tegelijkertijd ook een goede vader geweest voor zijn kinderen? Dan, nee, niet helemaal. Hij was een sentimentele vader. Oké, ja. Dat is nog iets anders. Ja, ja. Ik vind dat hij u in uw boek niet echt oordeelt, laat staan veroordeeld. Dat heeft de rechtbank gedaan. Maar dat u echt op zoek bent naar wie was die man nu eigenlijk? En ja, wat is uw conclusie? Dat brengt ons bij dezelfde vraag als daarnet. Is iemand zoals hij gewoon een door en door slechte man en verder niets? Of is het, ja, zitten daar ook andere kanten aan? Wat is uw conclusie? Ik moet soms denken aan, ik heb ooit in een boek lang geleden, dat heet Als op de eerste dag. Mm-hmm. Daar heb ik een middendeel dat zo'n beetje op de Rotters Club van Jonathan Coe leidt. Waarin dat een aantal schoftjes in het middelbaar onderwijs een leraar bijna doodmaken. Maar ze zijn zich gewoon aan het amuseren natuurlijk. Hè. Het is hun schuld niet. Maar bijna is die leraar dood. En ze hebben eigenlijk geen enkele empathie. Ze willen alleen maar scoren tegen zichzelf. Dus ze zitten heel de tijd te hinniken als losgebroken paarden. Ze hebben heel de tijd slappe lach. Ze zijn zo immoreel als de pest, maar ze vinden zichzelf fijn. Dus dat is natuurlijk de peer pressure van een groep onder jonge macho's. Mm-hmm. Die elkaar meetrekken daarin. En die uiteindelijk de juiste kadrering niet meer maken van wat er moreel op het spel staat. Ik zie hem eerder als zo'n jongen. Ik denk aan sommige van de jongens met wie ik in de middelbare klas heb gezeten. Ik was ook zo'n schoffie die niet liever deed dan de leraars pesten. Mm-hmm. En als je op die leeftijd wordt meegetrokken door iemand die stoer is. Vandaar dat er een stuk in het boek zit dat ik daar heel opzettelijk en doelbewust heb ingeweven. Dat ik in mei 68 zelf als grote held mijn klas doe staken. Maar dat we op een bepaald moment gewoon meelopen met jongens van het VMO. Want we wisten het niet, we waren te bezopen. Dus je zou eigenlijk, voor je het weet, fout. Ja, ik vind dat heel belangrijk om dat te doen. Ja. Omdat je als verteller ook niet hoog van de toren moet blazen. Ja. Dat is voor mij zoals een moreel iets geworden in die drie laatste boeken. Dat ik pertinent weiger om de alwetende verteller te zijn. Zoals in de tijd van, met alle respect, Thomas Mann, Harry Moenisch, et cetera. Ik ben eerder een soort journalist die tussen mijn personages loopt en kijkt en luistert wat ze eigenlijk zijn. En die niet alles weet wat zich in hen afspeelt. Mm-hmm. In die zin ben ik iemand die net zo goed zou kunnen misleid zijn geweest. Als ik op het college zat, had ik een leraar geschiedenis, dat weet ik nog goed. Dat was een hele sterke Vlaams nationalist die de hele verantwoordelijkheid van de Vlaamse beweging voor de collaboratie gewoon loochende. Als jongens van 16 geloofden wij dat. Dus dat lijkt mij het interessantste aan zo'n boek. Dat je die man niet buiten jezelf plaatst, want dan ben je veilig. Mm-hmm. Het kwaad is een as die door ons allen loopt. En je moet nooit te hoog van de toren blazen. En als er al iets verontrustend is voor mij, zowel als voor de lezer, denk ik, dan is het juist dat hij niet de prototype nazi is die je buiten jezelf kunt plaatsen. Maar dat hij zo normaal lijkt. En als u mij vraagt wat voor een kerel was het, je krijgt daar kop nog staart aan. Mm-hmm. Het enige antwoord is frivoliteit, oppervlakkigheid, niet nadenken. Gewoon go with the flow. Mm-hmm. En met de flow gaan is in tijden van ideologische keuzes misdadig. Mm-hmm. En dat is een moeilijke.
Ja, ook heel moeilijk voor zijn familie uiteraard. Zijn vrouw, zijn protestantse vrouw Mientje, ja, die gaat daar niet in mee. Die vindt het vreselijk wat haar man allemaal uitsteekt. Ja, hoe is dat voor de kinderen? Want ja, de professor waarover u het had, die heeft een boek geschreven, maar is blijkbaar niet ver genoeg kunnen of durven gaan. Hoe zit het met die dochters? Hoe kijken zij naar hun vader? Nou, dan moet ik eerst zeggen dat dit natuurlijk geen boek is over een nazi, maar een boek over een moedige vrouw. Wie eigenlijk, ik denk voor de derde keer, zowel in Oorlog en Terpentijn, in De Bekeerling als in dit boek, staat een soort Antigone-achtige vrouw centraal, die doordat ze nee zegt, haar hele lot over zich heen krijgt. Dat zou een definitie van Antigone kunnen zijn. Dus het zijn sterke vrouwen. Mientje is een bijzonder sterke vrouw, denk ik, waarvan tegelijk geëmancipeerde vrouwen van vandaag de dag mij zeggen, ik vind dat eigenlijk niet. Ze is altijd blijven consideratie voor die man hebben. Ze is hem altijd blijven zien, zelfs wanneer ze gescheiden waren van tafel en bed. Zelfs wanneer hij al met zijn maîtresse samenleefde, die wel 100% pro-nazi was dan. Ook als die maîtresse bij hen thuis kwam. Ja, heeft ze dat verdragen. Dus dat zouden wij vandaag de dag geen geëmancipeerde of sterke vrouw noemen. En toch is dat een sterke vrouw in de historische en cultuursociologische context van haar tijd. Dus Mientje, Harmina Weijers, staat voor mij, zij is het hoofdpersonage van het boek. In haar zie je het kwaad dat hij heeft aangericht. Mm-hmm. Op een bepaald moment dacht ik, je kunt de wind niet fotograferen, maar wel de bomen die plooien. En dat is het procedé in dit boek. Aan Mientje zie je wat voor een schoft hij eigenlijk geweest is. Mm-hmm. Echt een schoft. Mm-hmm. En dan kom je tot die dochters, die natuurlijk, net zoals de zoon Adrie, door haar zijn opgevoed. Zij is erin geslaagd die kinderen daar uit weg te houden, want hij trok aan hen. Ze moesten mee met de kinderlandverschikking en de Hitlerjugend. Een jaartje leuk op vakantie, zomerkamp enzovoort. Dus hij trok aan die kinderen en zij trok terug. En die drie kinderen zijn zeer overtuigd anti geworden. Maar het is wel zo dat voor die twee dochters, dat zijn twee ongelooflijk kranige vrouwen. De een is nu 86, Suzy. De ander, Letta, is bijna 90. Die zijn natuurlijk geschrokken van wat ik heb gevonden. Want u hebt een aantal dingen gevonden die zij oprecht nog niet wisten. Niemand wist het. Er zijn heel veel lezers die mij zeggen, mijn grootvader heeft ook allerlei dingen uitgespookt, maar we weten niet wat. Mm-hmm. Er was zelfs een vrouw die ondersteboven was, omdat haar vader in mijn boek terecht kwam en zei, mijn vader is veroordeeld, maar het was zo'n lieve man. Het enige wat hij heeft gedaan is proberen de Congo aan de Duitsers verkopen. Ja, toen kreeg ik natuurlijk slappe lach. Ik zei, mevrouw, dat is hoogverraad van de hoogste plank. Of je hem nu kent als een sympathieke papa of niet. Mm-hmm. Maar die verscheurdheid is er natuurlijk. Op een bepaald moment, toen de eerste grote recensie in Vlaanderen over dit boek verscheen, stond bij die recensie een foto van de trouwfoto van de ouders. Mm-hmm. Dus van Willem en Mientje. En de dochter, op dat moment 88, belt mij en zegt, ik ben zo geschokken, papa en mama stonden in de krant. Dat vond ik ongelooflijk verscheurend. Dan begrijp je vast wat een leed dat blijft. Ook voor die vrouwenpaar 89, dat moeilijk blijft voor die mensen. Wat vonden zij van uw boek? Het mooiste wat ik heb gehoord is dat Letta op een bepaald moment zei, eigenlijk mag ik nu rustig doodgaan. Ik weet nu wat er gebeurd is, het heeft mij gelouterd. Want ik wist het niet. En nu weet ik, het zijn haar woorden, dat mijn papa een smeerlap was. Mm. Want het was mijn papa. Dat is een ongelooflijk mooi compliment voor zo'n. Dat was voor mij ook bijzonder belangrijk, want ik zat natuurlijk ook op een bepaalde manier met een soort angst. Want je kwetst die mensen, je brengt daar iets naar buiten. Ik heb ervoor gekozen om geen pseudoniemen te gebruiken. Mm-hmm. Omdat je dan ook heel de urgentie van het verhaal kwijt bent. Mm-hmm. Ik wou echt dat je wist wie het was. Omdat het een archetypisch verhaal is over de schizofrenie van veel Vlamingen. Mm-hmm. Maar de familie natuurlijk moet het er wel mee doen. De kleinkinderen bijvoorbeeld vonden dat heel lastig. Want die hebben hem natuurlijk alleen maar gekend als een sympathieke opa. Mm-hmm. En dat zijn fantastische mensen, die kleinkinderen. Dat zijn idealistische mensen. Maar ja, het is wel de naam van hun opa. Ja. U hebt hier ook een hele hoop historisch onderzoek voor gedaan. We hebben in Antwerpen, ik zeg we in Antwerpen, omdat ik van Antwerpen ook afkomstig ben, afgelopen jaren ook twee geweldige boeken gehad over de oorlogsjaren in Antwerpen. Wil, de roman van Jeroen Olieslagers, 1942, het historische onderzoek van professor-rector Herman van Goedem. Bestaat er
over de periode waarover u schrijft ook zo'n standaard historisch boek dat we ook als pendant zouden kunnen lezen bij uw boek? Of moet dat nog geschreven worden? Ik denk dat een algemeen overzichtsboek nog moet geschreven worden en dat iedereen voor het moment een stukje in het mozaïek aan het leggen is. Mm-hmm. Ik heb heel veel gehad aan het boek van Hemmen van Goedhem, uiteraard. Mm-hmm. Toen Wil uitkwam van mijn zeer goede vriend Jeroen, heb ik even gevloekt. Ik zei, Jeroen, verdomd, ik zit zo dicht in de buurt van wat jij wilt doen. Maar goed, ik dacht, ik moet mijn eigen tracé gaan. En dat is anders. Komt een totaal ander boek uit. Ja. Maar je zit wel met dezelfde thematiek. Mm-hmm. Verder de reeds vernoemde Mark Verschoris, Frank Zebrechts, fantastisch onderzoekers. Dat zijn mannen die echt als haaien door die archieven gaan. Mm-hmm. En er komt heel veel boven. Mm-hmm. Want veel archieven gaan nu pas open. Ik vermoed dat voor een algemeen overzichtelijk werk... Over de situatie in Gent dan? Ja, in Gent. Mm-hmm. Ja, u bedoelt specifieker voor Gent. Gent, ja. Iets zoals Herman van Goedhem heeft gedaan. Inderdaad, ja. Dat zal waarschijnlijk ook wel komen. Ja. Natuurlijk, de collaboratie in Antwerpen was numeriek ook veel sterker. Mm-hmm. Er woonden ook minder Joden. Dus men is dat verhaal aan het bovenspitten. En daar zullen ook natuurlijk de nodige pijnlijke verhalen bij zijn. Mm-hmm. Maar er moeten misschien nog veel meer getuigenissen bovenkomen. Mm-hmm. Ja. Maar dan is dit inderdaad al een mooie eerste aanzet. Het is ondertussen, meneer Hermans, uw derde historische roman, als ik dat zo mag noemen. Waarbij u telkens, zowel bij Oorlog en Terpentijn als bij De Bekeerlingen, vertrokken bent vanuit een persoonlijk iets uit uw eigen leven en daar dan dieper op ingaan. Is dat een soort van beproefd recept wat u nu zegt van dat werkt goed, daar ga ik verder mee? Of gaat uw volgende boek totaal iets anders worden? Ik ben wel weer eens aan iets anders toe. Want dit zijn drie boeken die heel veel research hebben gevraagd. Waarvan je dan van de 300% 30% gebruikt. Het moet in je verhaal passen. Dus dat geeft ook een zekere frustratie, een zekere hoop bijkomend werk. En ik wil wel weer eens vrolijk iets kunnen verzinnen. Alhoewel natuurlijk de pure imaginatie bestaat niet. Een schrijver zal altijd elementen uit zijn leven in zijn boeken stoppen. Maar met deze nieuwe stroming, want je ziet het overal. Hè? De internationale verschijnen overal boeken van auteurs die rondlopen als personage tussen... hun eigen personages. Dus dat komt niet uit de lucht vallen. Blijkbaar tot mijn eigen verrassing gebeurt dat nu heel vaak. Het is mogelijk dat ik in een volgende boek weer iets dergelijks doe. Maar eigenlijk zou ik liever een beetje vrolijker zitten verzinnen. Alhoewel er wel weer een bestaand verhaal door mijn hoofd speelt. We zullen het zien. Ja, we zijn benieuwd in elk geval. Mijn vader heeft ook zeker de drie laatste boeken ook gelezen en vond De Opgang... bijna eerder een documentaire dan een roman. Bent u het met hem eens of ziet hij dat fout? Ja, het grote verschil met De Bekeerlingen en Oorlog en Terpentijn is dat ik hier natuurlijk veel minder persoonlijke empathie heb. Hm. Mijn band is dat ik in hetzelfde huis heb gewoond 20 jaar en dat ik dat huis wil laten spreken. In De Bekeerlingen kon ik mij zeer goed identificeren met dat meisje. Vooral omdat dat een soort Joodse, 11e eeuwse Antigone-gestalt in de tijd van de kruistochten was. Met mijn grootvader uiteraard. Maar hier is er natuurlijk een grotere afstandelijkheid. Mm-hmm. En op een bepaald moment werd ik boos, omdat niemand wist wat daar echt gebeurd was. En dat was natuurlijk het moment van de research. En dat voel je, het boek heeft iets van een documentaire. Mm-hmm. Het is hybrider nog dan de vorige twee. En ik moet zeggen dat mijn boeken steeds hybrider werden, vond ik op zich ook spannender. Dat je bijna niet meer wist, zit je in een documentaire of in een roman. Dat vond ik wel een fijn experiment. Mm-hmm, ja. Het boek is ook genomineerd voor de Libris Literatuurprijs, de longlist. Binnenkort volgt de shortlist en dan de uitreiking. U hebt al talloze prijzen gewonnen. De ACO, de Constantijn Huygensprijs. U bent ook genomineerd geweest voor de Man Booker International, de Premio Strega Europea. Dit soort nominaties, is dat iets waarvan u zegt, ja, dat had ik wel verwacht. Wendt dat of blijft dat toch ook een beetje spannend? Ik denk een schrijver die doet alsof hij daarboven staat, speelt vast. Het raakt je natuurlijk, net zoals negatieve reacties je raken. Je geeft je ziel altijd bloot. Je hebt een boek geschreven. Een boek schrijven betekent je kwetsbaar opstellen in de publieke ruimte. Dus het is altijd prettig als het... ik wil zeggen toestemming, zoek een ander woord, goedkeuring krijgt van lezers, van juries. Juries zijn natuurlijk ook maar lezers.
Dus je moet daar niet op hopen. Ik zeg altijd over prijzen zoals Libris, Aco destijds. Je stapt in een spel waarvan je zelf de spelregels niet beheerst. Dus het enige wat je kunt doen is vriendelijk fatalistisch blijven. U laat het los, maar wij gaan ondertussen toch wel duimen voor die Libris. Heel erg bedankt om hier vandaag bij ons geweest te zijn. Dank Stefan zeer. Hertmans. Ja, en normaal volgt hier dan natuurlijk een warm applaus. Stefan Hertmans moet het met mijn applaus doen. En hij gaat nu plaatsmaken, coronagewijs, voor onze volgende gast. Dankjewel. Wij gaan hier ondertussen microfoons ontsmetten, stoelen ontsmetten. En dan kunnen we plaatsmaken voor de volgende gast. Dat is Anneleen van Offel, maar ik wacht nog een heel klein beetje tot de supervriendelijke medewerkers van de bibliotheek de stoel prover maken, zodat alles helemaal veilig is, ontsmet en we aan het volgende gesprek kunnen beginnen. En u hebt misschien daar thuis, hè, waar u zit te volgen aan het scherm, hebt u tijd om even een vers koffietje in te schenken of wie weet misschien wel aan een vroeg aperitiefje te beginnen. Wij maken ondertussen hier alles klaar voor het tweede literair gesprek en nu kan ze voluit opkomen, zoals dat heet. Hier is Anneleen van Offel. Heel erg welkom, Anneleen. Je hebt je eigen microfoon bij je. Ik ben al een beetje dronken van de alcoholgeur hier. Dan ben je snel tevreden, moet ik zeggen. Welkom, Anneleen. We gaan het hebben over jouw boek. Het staat daar ook. Hier is alles veilig. Je hebt daar 7 jaar aan gewerkt. Je bent dus een fulltime auteur, kunnen we wel zeggen. Maar ja, voor de mensen die jou nog niet helemaal kennen, stel jezelf eens voor. Wat doe je nog, behalve fulltime romans schrijven? Ja, ik sta elke dag op met het idee dat ik zou moeten schrijven. Ik denk dat dat het beste samenvat wat ik doe, wat niet wil zeggen dat ik ook effectief elke dag kan schrijven. Ik ben letterzetter van Kortrijk. Letterzetter, dat is een soort van stadsdichter? Ja, dat is een innovatieve invulling van het stadsdichterschap waarbij ik eigenlijk een collectief van jonge kunstenaars aanvoer. En curator ben van het Memento Woord Festival, waar overigens Stefan Hertmans ook ambassadeur van is dit jaar. Wat hier eigenlijk volledig los van staat. Ik zit in de redactie van Deus Ex Machina en ik geef ook nog schrijflessen. Okay, ja, dat en is nog een paar andere dingen. Maar dat vat het zo'n beetje samen. Ja. Dat vat het zo'n beetje samen. En ja, dat wijst erop dat jij echt literatuur ademt, dat helemaal jouw ding is. Jouw eerste boek, je bent het beginnen schrijven als een soort van afstudeerproject aan Conservatorium Woordkunst in Antwerpen. 7 jaar heb je erover gedaan. Was het zo moeilijk om dat los te laten? Het was moeilijk om het vast te pakken. Mm-hmm. Niet zozeer om het los te laten. Het was moeilijk. Uiteindelijk ben ik eraan begonnen, denk ik, ja, toen ik 22, 23 was. Dus ik ben ook meegegroeid met het boek. Ik ben ook mee. Het heeft eigenlijk mijn 20er jaren beheerst, dus dat wil ook zeggen dat je gewoon vervuilt en een ander mens wordt, wat ook logisch is dat het dan ook een ander boek wordt. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk ook niet 7 jaar elke dag eraan kunnen werken. Het heeft eigenlijk 3 grote fases gekend waarbij ik telkens dichter ben gekomen bij hoe ik het echt wilde vertellen. Dus mijn eerste was echt een afstudeerwerk en dat zag je er ook echt nog aan. Dat was vanuit het standpunt van Immanuel zelf. Tekst die ook helemaal niet meer. Er is een halve zin van in het boek nu gekomen. De tweede versie was een redelijk afstandelijke versie die enorm megalomaan was opgezet over 3 verschillende landen en 5 verschillende tijdperken en 10 verschillende standpunten. En dan uiteindelijk ben ik naar de derde, naar deze versie gekomen, waarbij ik echt heel bewust heb gekozen voor een soort. Ik wilde dat het verhaal klonk alsof het verteld werd met te weinig adem. Dus alsof je heel de tijd hier zit. En dan moest ik natuurlijk terug vanaf nul beginnen. Mm-hmm. Op het moment dat ik die beslissing had genomen. Vandaar 7 jaar. Toen het uiteindelijk gepubliceerd is geweest, vorig jaar geloof ik. Hoe voelde dat dan? Was dat een opluchting van het is eindelijk af, hier is het? Of was dat dan toch wel heel spannend om een werk waar je zo lang aan hebt gewerkt, om dat dan los te laten op de wereld? Zelfs voor iemand als Stefan Hertmans is dat nog spannend. Ja, het eerste boek is heel, heel bijzonder, denk ik. En voor mij was dat toch in elk geval zo. Mm-hmm. Het was een beetje, dat klinkt heel pathetisch, maar het voelde wel echt opnieuw geboren worden. In die zin dat ik echt iets kon afronden, een periode kon afronden die toch ook heel onzeker is geweest. Van, ik vind als je je debuut schrijft, je moet je gedragen als een schrijver, maar je bent het nog niet. Mm-hmm. Want als je niet gedraagt als een schrijver, komt er gewoon geen boek. Maar je moet wel constant vechten tegen het idee van misschien komt er effectief nooit een boek, maar je moet wel alles eraan hebben gedaan om tot iets te komen.
Dus wat dat betreft was ik toen echt blij dat ik het kon afronden en dat er ook weer ruimte kwam in mijn hoofd voor nieuwe projecten en nieuwe verhalen. Ja. Ja. Maar hier zit je dan om over dat boek toch nog altijd te praten. Ja, ik zie het nog graag hoor. Ja, laten we het inderdaad over het boek hebben. Het start met die ene zin op de beginpagina. Kom naar Israël, mama. En dan volgt er wat mij betreft een ongelooflijk straf beginhoofdstuk, waarin we Lydia volgen, een Belgische vrouw. Zij staat aan een ziekenhuisbed in Israël. Zij is naar Israël gekomen omdat ze van haar stiefzoon Joachim dat mailtje heeft gekregen, kom naar Israël. Maar ze heeft die Joachim jarenlang niet gezien, geen contact gehad. Maar dan staat ze daar aan dat ziekenhuisbed en eigenlijk is het te laat, want Immanuel is gestorven. Meer nog, hij heeft zelfmoord gepleegd. Ja, en dan start dat boek. Dat is een ongelooflijke binnenkomer. Ik vond echt dat je, toen je dat las, die pijn, dat verdriet van die vrouw echt voelde. Je voelt haar uiteenvallen. Ik vroeg me meteen af, heb jij zelf een ongelooflijk groot verlies meegemaakt, zodat je dat op die manier kan beschrijven? Nee. Gelukkig. Nee. Ja. Nee. Ik denk dat ik het ook alleen op dit moment een boek kan schrijven over een vrouw die haar zoon verliest, omdat ik zelf nog geen moeder ben. Dat denk ik. Ja. En ik heb mij daar ook heel schuldig over gevoeld, om mij dat verdriet ook zo aan te trekken. Want ik dacht, ja, je hebt zo'n gelukkig leven. Maar toch moet je diep in die emotie kruipen om dat zo weer te geven. Dus ik heb me wel afgevraagd waarom. Tot ik dan uiteindelijk een lang gesprek heb gehad met een vriend die wel echt een zeer groot verlies heeft geleden. En die zei dat hij zelf heel veel had gehad aan rouwliteratuur. Omdat die auteurs de woorden vinden die hij zelf niet had. Mm-hmm. En hem de woorden gaven om zijn verdriet te benoemen. Mm-hmm. En dat voelde als een toestemming dat ik het boek mocht maken. Ja. Ja. Je start met dat uitgangspunt. Die vrouw Lydia gaat dan op zoek naar wie haar stiefzoon eigenlijk was of geworden is nadat hij wegging uit België. Dus de zoon Immanuel is samen met zijn Joodse papa Joachim naar Israël getrokken. Ze weet eigenlijk niet wat er gebeurd is. Dat ontdekken we dan geleidelijk aan in het boek. Maar Lydia, de moeder, de stiefmoeder, wat voor iemand is zij? Ja, zij is een ontzettend ambitieuze vrouw, die eigenlijk door de loop van het leven zelf geen biologisch kind heeft gekregen, maar Immanuel heeft opgevoed alsof het haar eigen zoon was. En dat ook benoemd als een bijna grotere daad van moederschap dan zelf een kind krijgen. Omdat Joachim getraumatiseerd is door de dood van zijn eerste vrouw, geen kind meer wilde. En zij dus beslist heeft, ik ontneem Immanuel niet nog eens een moeder door dan weg te gaan bij Joachim. Maar op een bepaald moment loopt dat huwelijk stuk en moet zij terug haar leven opbouwen. En dat is dan een stuk dat uit het boek is gevallen, maar dat is voor mij wel Lydia maakt tot wie dat zij is op dat moment. Zij start een wetenschappelijke carrière als arts, als neonatoloog. Zij heeft enorm veel ambities. Ze wordt ook in het boek vooral vanuit haar intellect beschreven en minder vanuit haar lichaam bijvoorbeeld. Vond ik een belangrijke keuze. En plots krijgt zij dat bericht van kom naar Israël, mama. Dus op het moment dat we Lydia ontmoeten in het boek, heeft zij al een enorme... Is er een bom ontploft in haar leven. Die jongen staat daar terug voor de deur. Confronteert haar met het woord mama. Zij komt te laat. Mm-hmm. Het schuldgevoel. Ze staat eigenlijk naast zijn bed en ze beslist van ik laat jou niet nog eens achter. Ik ga nu door Israël reizen en zoeken wie dat jij geworden bent, hoe dat dit is kunnen gebeuren. Dus ook daarin schuilt haar daadkracht en haar onwaarschijnlijke moed, vind ik. Ja. Ze gaat op zoek naar wie hij was. Wat daarbij heel belangrijk blijkt te zijn, dat is dat Immanuel, net zoals alle jongeren in Israël, zijn legerdienst heeft gedaan. Legerdienst in Israël is verplicht. Maar Immanuel doet dat niet alleen omdat het verplicht is, maar ook omdat hij daarmee iets aan zijn Joodse papa wil bewijzen. Wat wil Immanuel eigenlijk bewijzen door die legerdienst te gaan doen? Waar is hij naar op zoek? Erkenning van zijn vader. Hè? Liefde, daar komt het altijd weer op neer. Hij is echt een jongen die gezien wil worden door zijn vader, die te weinig gezien wordt door zijn vader. Mm-hmm. En daardoor zijn rol in het leger ongelooflijk serieus neemt. Daar zeer ver in gaat. Uit angst ook
om de erkenning die hij dan op een bepaald punt wel krijgt te verliezen. Maar hij gaat zo ver dat hem de erkenning ook verliest. Mm-hmm. Dus het is iemand die zo vasthoudt aan wat hij denkt dat goed is om te doen, dat hij uit angst ook om het kwijt te spelen, dat hij het kwijtspeelt. En dat is de tragedie van Immanuel. Ja. Ja. Nu, legerdienst in Israël, dat is niet niets. Dat zijn geen mensen die even op kamp moeten naar de Ardennen. Legerdienst, dat duurt 3 jaar voor de jongens, 2 jaar voor de meisjes. Wat moeten zij allemaal doen eigenlijk, de mensen die daar legerdienst doen? Waar worden zij allemaal mee geconfronteerd? Er zijn verschillende manieren om legerdienst te doen in Israël. Dus ze hebben allemaal een basistraining in de Negev-woestijn, van een maand of 8, geloof ik. En daarna wordt er eigenlijk getrieerd en zijn er mensen die in de luchtmacht gaan, mensen die op het land, zoals Immanuel, of in de Special Forces of Education Corps kan je ook doen. Dus eigenlijk kan je als jongere, en je hebt daar tot op een zekere hoogte nog wel inspraak in. Veel mensen die bijvoorbeeld niet akkoord zijn met de legerdienst gaan in het Education Corps en zij gaan in scholen eigenlijk vertellen over het leger. maar je hebt bijvoorbeeld mensen ook die dan cola gaan serveren in de legerkantine. Die zeggen van ik... En dat is dan een manier om echt die jaren door te komen zonder te gaan vechten. Maar je kan ook natuurlijk uiteraard in een vechtpositie terechtkomen, in de beveiligingspositie op de Westbank. Of in Jeruzalem, overal eigenlijk. Ja. En dus zij moeten ook controles doen, in de bezette gebieden komen zij. Zij dringen huizen binnen van Palestijnen, dat soort dingen. Ja, dat doen ze dus niet allemaal, maar een deel doet het wel. Ja, ja. Jij bent zelf ook voor dit boek 4 keer in Israël op reis geweest. Je hebt ook gepraat met soldaten en ex-soldaten. Hoe ben je daarmee in contact gekomen? Want ik neem aan, als Belgische toerist of Belgische jonge vrouw die met een boek bezig is, is het toch niet zo evident om het daarover te hebben. Hoe ben je met die mensen in contact gekomen? Wel, ik was eigenlijk dus nog student toen ik in Israël begon te reizen. En ik deed dat via de website Couchsurfing. Ja, dat is letterlijk gaan slapen op de sofa's. Op de sofa, ja. Bij de mensen. Ja, ja. Ja. En als je 21 bent, kom je terecht bij mensen van 21. Okay. En als je als Belgische vrouw bij een Israëlische man of vrouw terechtkomt van 21, zit in het leger. En die gesprekken gingen dus eigenlijk... Ik vertelde ook onmiddellijk dat ik aan een boek aan het werken was. En die gesprekken gingen dus onmiddellijk ook over het leger. En tot mijn grote verbazing, want ik had toch altijd een hotel achter de hand. Ik dacht, ik ga hier buiten vliegen. Waren zij heel genereus met hun verhaal. Omdat ik natuurlijk daarna weer wegging. Omdat ik niet oordeelde. En omdat er met wat ik met hun verhaal heb gedaan, daar ging ook de mantel van de fictie over. Dus het is een heel veilige manier om een verhaal met iemand te delen. Mm-hmm. Dus dat waren heel erg open en diepgaande gesprekken. Ja. Je zegt, ik oordeelde niet. Is dat moeilijk als je naar Israël gaat? Want ik kan me voorstellen dat je misschien toch wel met een bepaald idee, misschien niet een vooroordeel, maar toch een idee naar daar gaat. Had jij een bepaald idee toen jij naar Israël ging en is dat veranderd in de loop van de tijd? Ik heb echt enorm mijn best gedaan om mezelf opzij te zetten daarin. Mm-hmm. Uiteraard had ik daar een idee over. En uiteraard was ik enorm verontwaardigd over wat ik zelf wist en hoorde over Israël wist. Maar de gesprekken zouden zo beperkend zijn geweest. Je leert niks bij als je tussen jou en je gesprekspartner gaat staan en zegt ik vind en ik vind. Dus ik vond het heel belangrijk om eigenlijk... En dat is natuurlijk ook het mooie van een roman, is dat je dieper kan gaan dan de vraag wie heeft er hier gelijk. Mm-hmm. En ik wilde... En je kan echt ook niet spreken... De personages zijn niet de Israëli's of de Palestijnen, want er zitten ook natuurlijk veel Palestijnen in het boek. Dus ik wilde werken vanuit mensen. En dat zorgde dat ik op een andere manier ook naar mijn gesprekspartner keek. Mm-hmm. En ging onderzoeken van, oké, maar hoe kan jij leven eigenlijk hier? Sta je hierbij stil? En die vraag heb ik dus bijna aan iedereen gesteld. En ik denk dat het pas tijdens mijn derde reis was dat iemand mij die vraag terugstelde. Hoe kan jij dan leven in Brussel bijvoorbeeld? En besef jij wel waar al jullie rijkdom vandaan komt? En toen dacht ik, goeie vraag. Dus er werd eigenlijk een spiegel voor gehouden? Ja, absoluut. Ja, en dus het is eigenlijk na die paar jaar dat ik besefte dat ik een boek aan het schrijven was, dat uiteraard dat misschien op het eerste zicht ver van mij lijkt af te staan. Maar dat eigenlijk en over ons allemaal gaat. Dat gaat over blinde vlekken. En dat gaat over hoe maak je je eigen wereld.
hoe dat, zodanig dat hij veilig voelt voor jou om in te leven en laat je de rest maar buiten beeld. Mm-hmm. En zo kwam dat op een heel erg spitante manier in mijn gezicht terug. Ja. Ja, de vrouw die jou die vraag gesteld heeft, dat is wel een bijzonder iemand. Dat is de dochter van de grote schrijver Amos Oz. Ja. Hoe heb je haar ontmoet? Fantastische ontmoeting, fantastische vrouw. Ik werd een paar keer ontmoet ook. Ik had Amos Oz in Brussel tijdens een lezing, of tijdens een signeersessie van een lezing, gevraagd of ik hem eens mocht komen bezoeken in Tel Aviv. En die man was zo slim geweest om te zeggen, schrijf me maar een brief. Maar hij had uiteraard zijn adres niet gegeven. Dus ik had een brief geschreven naar Amos Oz. Ik heb dat opgestuurd naar Israël. Dat is ook aangekomen, effectief. Zoals je een brief schrijft naar Sinterklaas Spanje. Ja, zo schreef jij een brief Amos Oz Israël. En dat is aangekomen. Fantastisch. Dus zo valt die man samen met dat land ook. En dus uiteindelijk, daar is niks uit voortgekomen. Hij heeft wel een mail gestuurd om mij veel succes te wensen met mijn boek. Maar ik was dus toch anyway naar Israël gereisd die eerste keer. En op het letterlijk mijn allereerste gesprek met mijn valies op de trein te wachten naar Haifa. Ik vraag aan een meisje, is dit de juiste trein? Ja, zegt ze, en we raken aan de praat. En ik vertel van... En ze vraagt, wat kom je doen in Israël? En ik zeg, Amos Oz niet ontmoeten. En zij zegt, ah, grappig, Amos Oz, ik promoveer bij zijn dochter. Dus... Ja, dus het toeval heeft hier wel een handje geholpen. En dan heb ik uiteindelijk, denk ik, een paar dagen later al zat ik met haar koffie te drinken en te vertellen. Die, ja. Ja, wat is jou het meest bijgebleven van die ontmoeting met haar? Dus eigenlijk na onze derde of vierde ontmoeting, die vraag die ze dan terugstelde. Maar hoe kan jij leven in Brussel? En ik kon wel van mezelf denken dat ik zonder oordeel vragen aan het stellen was. Maar natuurlijk schuilt er ook een oordeel in de vraag, hoe kan jij hier leven? Een heel groot oordeel. En ik vond dat een heel bijzonder inzicht is als zij mij confronteerde met het feit dat je jezelf wel opzij kan willen zetten, maar dat dat ook niet altijd lukt. Mm-hmm. En dat je dan daarover moet schrijven. Ja. Over het niet lukken. Ja, ja. Je bent naar Israël gegaan, 4 keer. Wat had jij al iets met Israël of met het Jodendom voor je aan dit boek begon? Of had het boek zich net zo goed in een ander land kunnen afspelen? Ik heb zeker nooit het idee gehad, ik ga nu een boek schrijven over Israël. Het is bij mij begonnen met een beeld. Een beeld van een moeder die naast het bed zat waar er op haar zoon lag. Dat ben ik beginnen uitwerken. Meer vanuit het idee dat die jongen een legerachtergrond had. Dan beginnen opzoeken, puur qua tijdskader. Is dat een Amerikaan die in Irak heeft gediend? Maar dat klopt niet helemaal, want dan de toekomst en zo. En dan wat Israël. En eigenlijk pas laat is mijn spreekwoordelijke frang gevallen. Dat ik als kind al een enorme fascinatie had voor het Jodendom, voor de Holocaust, voor Anne Frank. Eigenlijk als 8-jarige al haar dagboek aan het lezen. Opstellen aan het schrijven over Auschwitz. In de lagere school. Ja. Dus dat ergens ook niet uit het niks is gekomen. Maar dat is wel iets dat ik pas achteraf heb beseft. Ja. Nu, je zegt, in eerdere interviews die ik van jou heb gelezen, van het is geen politiek boek, het gaat niet over Israël, maar... Kan een boek over Israël überhaupt niet politiek zijn? Uiteraard niet. Wat ik daarmee bedoel, is dat veel mensen naar het conflict kijken als bijna een voetbalmatch. Wie heeft er gelijk? We zijn de goede tegen de slechte. Aan welke kant sta je? En dat die vraag mij niet interesseert. Wat mij interesseert is wat er onder de oppervlakte zit. En dan wordt het apolitiek, dan wordt het menselijk. En dat vond ik belangrijk. En universeel, dus dan is het ook weer los van Israël. Ja. Je hebt heel veel research gedaan, overduidelijk. Niet alleen naar Israël, maar ook naar het beroep van een van de hoofdpersonages van Lydia. Neonatologe, zei je. Dat is een arts, als ik me niet vergis, die gespecialiseerd is in te vroeg geboren baby's. Waarom moest Lydia een arts zijn en dan nog een arts die met kinderen bezig is, zonder dat ze zelf een biologisch kind heeft? Ja. Dat heeft 2 redenen. Enerzijds natuurlijk de puur literaire reden dat het interessant is om een moeder die een kind verliest in haar beroep ook kinderen te laten redden. En dat het dan niet lukt met haar eigen zoon. Dat enerzijds. Anderzijds heb ik zelf heel graag arts willen worden. Eigenlijk was dat mijn tweede grootste droom. En het was je bijna gelukt. Wat is er op jouw 18e gebeurd? Mijn dochter is nu 19, ze heeft het ingangsexamen geneeskunde gedaan. Ze is nu gestart, maar jij hebt op je 18e 2 ingangsexamens gedaan. Ja, dus het grote geluk dat mij is overkomen, is dat ik wilde eigenlijk al heel mijn leven dokter worden. Uh-huh. Dus al mijn keuzes die ik heb gemaakt waren ook daarop op gebaseerd. Al van in het eerste middelbaar
specifiek voor een bepaalde richting gekozen. Wetenschappelijke richting, ja. Geen Latijn-Grieks. Voilà, dus ik weet nog, mijn laatste jaar in het middelbaar was echt een trechter naar die toelatingsproef. En toen had ik een half punt tekort om geslaagd te zijn. Was ik verschrikkelijk teleurgesteld. En hoorde ik dat er een toelatingsproef was op het conservatorium van Antwerpen, waar Bart Moejaert de schrijfmodules gaf. En ik had ontdekt dat hij in de eerste, in de voormiddag van die toelatingsproef, feedback gaf op je teksten. Dus aan iedereen die deelnam aan die toelatingsproef. Dus ik dacht, ik moet toch heel mijn zomer opnieuw studeren voor de toelatingsproef geneeskunde. Laat ik dan ook maar ineens studeren voor die toelatingsproef drama, op wijze van hobby, als ontspanning. Ik ga daar toch nooit door zijn. Maar dan heb ik wel feedback van Bart Moejaert, weet ik waar ik sta met mijn teksten. Want dat voelde heel verscheurend aan. Ik voelde aan, ik ga arts worden, maar ik ga mijn schrijfdroom, dat gaat een hobby worden. En voor mij is het meer dan een hobby. Dus dat was sowieso al een heel gespleten situatie. En toen was ik uiteindelijk voor beide toelatingsproeven geslaagd. En heeft de beslissing een halve seconde geduurd. Ik wist dat ik moest gaan schrijven. En ik wist ook, ik blijf natuurlijk een enorme interesse hebben in anatomie en in het lichaam en in zorgen voor mensen. En het is daarom geen toeval dat mijn personage een arts is. Ja. Mooi. Ben je nog naar ziekenhuizen teruggegaan om te researchen voor je boek? Ja, ik vond dat heel belangrijk. Ik heb 2 weken lang een neonatoloog in haar schaduw gevolgd in het ziekenhuis. In eerste instantie puur technisch, om handelingen en zo goed te kunnen beschrijven. En in tweede instantie om diepte-interviews af te nemen tijdens die arme vrouw haar pauzes. De schaarse pauzes, ja. En omdat ik wilde weten hoe zij naar het leven kijkt, als zij zo vaak ook met de dood geconfronteerd wordt. En dat zit ook in het boek. Ja. Ja. Dus zo heb ik Lydia ook kunnen vormgeven. Ja. Toen je daar in dat ziekenhuis rondliep, heb je dan geen spijt gehad? Of begon het dan toch niet te kriebelen van hier had misschien toch mijn andere leven kunnen liggen? Ik denk dat ik eigenlijk altijd al meer als een schrijver naar wetenschap heb gekeken dan als dokter. Dus wat mij zo aantrok in arts zijn, is dat je in contact treedt met mensen en hen op een bepaald belangrijk punt in hun leven kruist. En ik denk dat ik dat nu ook aan het doen ben. En dat ik dankzij de verbeelding heel veel levens kan gaan leiden, waaronder nu heel even het idee gehad te hebben van een arts te kunnen beschrijven en voor het volgende boek weer anderen. En dat is een heel grote luxe. Dat is een grote rijkdom, ja. Hoe hebben de mensen die jouw boek hebben gelezen, hoe hebben zij gereageerd? Die arts die jij geïnterviewd hebt, misschien ook de mensen in Israël. Ik weet niet of zij het boek ook hebben kunnen lezen. Nee, vriendelijke oproep aan mijn uitgever. Hè. Ik zou het wel graag laten vertalen in het Hebreeuws of in het Engels of zo. Nee, ze hebben het helaas nog niet kunnen lezen. Maar dus uit Israël heb ik weinig reactie gekregen. Ik heb wel natuurlijk iedereen op de hoogte gebracht en iedereen is blij. En, er wordt mij vooral gevraagd naar wanneer mogen we het lezen. En van de mensen in België die ik heb gesproken, heb ik ook wel fijne reacties gekregen. Dus ja. Ja, heel fijn, heel goed. Ja, dus die spanning van in het begin, als het boek wordt uitgegeven, dat is dan een opluchting nu. Ja, zeker. Ja. Ja, je zei bij het begin van het gesprek dat je nog met allerlei andere dingen bezig bent. Hè. Je bent letterzetter, je hebt voor de Bond Zonder Naam op Instagram ook oudere mensen in rusthuizen bezocht om een aantal Instagram stories daarover te posten. Je reist heel graag. Zijn dat dingen die je ongelooflijk mist nu tijdens deze lockdown, tijdens deze coronaperiode? Ja, ik was in elk geval heel gefrustreerd omdat ik voor mijn tweede boek ook veel reizen wilde maken en veel wilde gaan interviewen. Dus ik had eigenlijk eerst bedacht, dat voelde echt als een... Ik dacht, nee, ik moet dat boek nu maken. Ik wil echt niet uitstellen. En dan heb ik beslist van oké, maar dan ga ik de interviews in België doen. Ik verklein mijn actieradius. Maar nu voelt dat ook niet 100% goed. Ik wil echt live met mensen kunnen afspreken en niet via een scherm. En in die zin is het dan een verrijking dat ik nu toch heb ontdekt dat je het ook niet per se nodig hebt. En dat het de beperking je ook nieuwe mogelijkheden laat zien. En dat ik nu toch aan mijn tweede boek ga kunnen werken zonder die reizen te maken. Dus wat dat betreft is het oké. Maar natuurlijk mis ik wel het naar buiten komen, het uithuizig zijn. En mensen ontmoeten in het echt. Ja, dat missen we allemaal. Ja. Is zo'n lockdown, is zo'n pandemie op een bepaalde manier ook een cadeau voor een schrijver? Omdat het alles zodanig overhoop zet? Of
ben je toch vooral gefrustreerd door de beperkingen die het ons allemaal oplegt? Goh, ik ben niet gefrustreerd. Mm-hmm. Nee. Maar het is heel bizar, omdat je, ik was een maand gedebuteerd, dus ik had nog heel veel geluk gehad dat ik een maand nog in de wereld heb kunnen zijn met mijn boek. Maar ik zat inderdaad ook zo vol die adrenaline en ik kon die niet kwijt. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als schrijver afscheid neemt van een boek door erover te praten. En dat kon niet. Dus ik heb lang niet kunnen schrijven, omdat ik dacht, ik zit nog zo vast, ik moet hier eens alles veilig kunnen uitzweten. Letterlijk door lezingen te geven, door interviews te geven aan Connie. Dus in die zin heb ik zeker niet nu al een boek klaar. Ik moet er nog aan beginnen. Ik ben daarmee bezig. Maar de eenzaamheid weerspiegelt zich niet of zo in een hele grote productiviteit. Helaas. Maar wij zijn in elk geval heel blij dat je vandaag tot hier bent kunnen komen, tot in het Concertgebouw in Brugge, om zo geesterend te vertellen over je boek en over je leven. Heel erg bedankt om dat te hebben gedaan, Anneleen van Offel, en succes met je volgende boek. Bedankt. En alweer klinkt niet dat grote applaus, maar in gedachten wel. En misschien bent u volop aan het applaudisseren bij u thuis, achter uw scherm. Ik dank u, dames en heren, om bij ons te zijn geweest, om deze Facebook Live te hebben gevolgd. De mensen die normaal gezien live hier naar Brugge komen, die weten dat wij nu boeken verloten, dat er nu ook boeken verkocht worden. Dat kan helaas niet, maar u kan natuurlijk morgen wel gewoon naar uw eigen lokale boekhandelaar gaan om een van deze boeken aan te schaffen. Ik hoop in elk geval dat wij elkaar in het echt weer ontmoeten bij de volgende Leesmeer. Dat is op zondag 30 mei hier in het Concertgebouw in Brugge. We hebben daar al minstens één gast voor kunnen vastleggen en dat is Lize Spit. Dus ik hoop dat u erbij bent. Ik ga er in elk geval ook weer zijn. Ik kijk er geweldig naar uit. Ik tel er naar af en ik zie u graag dan terug. Een heel fijne zondag nog en tot de volgende keer. Dag.